jullie weer te zien. Super gezellig. Ze zijn er allemaal. Ja. Zie je ze? Ja. Wauw. Hey, en weten jullie wat voor bijzondere dag het vandaag is? Vrijdag. Ja, maar het is niet zomaar een vrijdag. Het is een bijzondere vrijdag. Goede Vrijdag. Juist, het is Goede Vrijdag. Weten jullie nog dat we daar vorige keer iets over uitlegden, over Goede Vrijdag? Ik nog wel hoor. Ja, nog wel hè. En vandaag hebben we weer een nieuw feest voor jullie. Maar weten jullie ook nog wat het eerste van het feest van God betekent? Ja. Ze weten het nog. Ja, Pesach hoor ik. Heel goed. Ja, van het gekruisigde lam. Ja, van het gekruisigde lam inderdaad. Ze weten... Maar weten jullie ook nog wat Pesach betekent? Vrijgaan. Oh. Ja, nou heb je het alweer voor gezegd. Ach, maar dat wisten jullie ook wel toch? Zeker wel. De dood ging aan de deuren voorbij, zodat de mensen achter de deur veilig waren. Met het eerste feest van God, de Pesach, wil Jezus ons helpen herinneren dat Hij voor ons is gestorven aan het kruis. Zodat wij voor eeuwig bij Hem mogen leven. Maar de vraag is dan natuurlijk, wil jij wel eeuwig bij God zijn? En zo ja, waar zou je Hem dan blij mee kunnen maken? Maar God weet wel waar je Hem blij mee kan maken hoor. En dat wil Hij je uitleggen in zijn tweede feest. En het tweede feest van God is... Wat is het tweede feest van God eigenlijk? Wanneer de Joden het Pesach vieren, vieren ze binnen die 8 dagen van feest tegelijkertijd ook nog een ander feest. Het tweede feest van God, van de ongegiste broden. Of anders gezegd, de ongezuurde broden. Zuur brood? Blah, nou vind ik helemaal niet lekker, maar goed dat het geen zure broden zijn. Nee, met zuur bedoelen ze niet dat het echt zuur is, maar ze bedoelen de gist die erin zit. De gist die maakt het brood juist lekker zacht. Al die ja, luchtbelletjes zeg maar, die erin zitten. Die zorgt dat het rijst, dat het groot wordt, dat het lekker zacht wordt. Dat is gist. Jezus stierf voor ons aan een kruis, zodat wij vrij zijn, voor eeuwig mogen leven. Dat is wat God voor ons heeft gedaan. En het tweede feest gaat erover wat wij dan voor Hem mogen doen. Zag je die bakker die allemaal blokjes in een kom deed met water erbij en het werd helemaal vies en wat is dat? Dat was nou gist. Oh, dat zure spul. Ja, dat zure spul inderdaad. Zoals je zag dat die bakker dat deed, door het hele deeg werd het gist gekneed. Moest door het hele deeg heen. Dan pas is het goed genoeg om het brood helemaal te laten rijzen. Oké, dus zo is het ook met verkeerde dingen doen. Het begint met iets kleins, maar het wordt steeds groter en groter, totdat er je hele leven is heen gekneed. Ja, dat kan zeker inderdaad. Als je dingen doet die God niet fijn vindt, dan doe je God en andere mensen ermee zoveel verdriet. Als je bijvoorbeeld, een kindje pest, of slecht praat over iemand, of jaloers bent. Dat zijn allemaal dingen waar God niet blij mee is. Bij het feest van de ongezuurde broden ruimen ze dus alles op. Elk koekkruimeltje, elk broodkorstje. Niets mag er meer in liggen. Hé, hey, dat lijkt me een beetje op een grote schoonmaak. Ja, dat lijkt inderdaad op een grote schoonmaak. En daarna eten ze plat brood, zonder gist erin. Wij noemen dat matzes. Wat wil God ons daarmee helpen herinneren, denk je, met zijn tweede feest? Je moet het... opruimen. Wat zou ik moeten opruimen in mijn leven? Zonde misschien? Heel goed, inderdaad. Ik zie dat jij het feest van God heel goed begrijpt. Zonde, dat moeten we opruimen. Alle hoeken en gaatjes van je hart. Helemaal weg ermee. Want het leven van jezelf en van de mensen om je heen kan zoveel mooier zijn als je doet wat Jezus zegt. Doe dus alle verkeerde dingen helemaal weg! Als je altijd met de borst vooruit loopt, als je net
doet of je alles kan. Als je beter denkt te zijn dan anderen, dan snap je er juist niks van. Want trots is net als gisteren. Feest, Pesach, gaat over het bloed van het lam. En Gods tweede feest, het feest van de ongezuurde broden, gaat over plat brood zonder gist. Dat lijkt me een beetje op het avondmaal. Ja, inderdaad. Het eerste feest wil God ons helpen herinneren dat Hij voor ons is gestorven. En met het tweede feest wil Hij ons helpen herinneren dat we al onze zonden mogen opruimen om voor eeuwig bij Hem te zijn. Het was vlak voor het Joodse paasfeest in een grote bovenzaal. Een goed voorbereide maaltijd, het was het laatste avondmaal. U brak het brood met uw vrienden, ja dit moment was heel speciaal. U wilde Pasen met hen vieren, voordat uw lijden komen zou. U nam het brood en de altijd blijf ik je trouw. Uw liefde.
Je bent wel heel verdrietig. Ja, dat is echt heel stom voor mij. Oh, dus je hebt er wel spijt van. Maar als je er spijt van hebt, kan je toch gewoon weer opnieuw beginnen met Jezus? Zeg maar. Ja, als je ergens spijt van hebt, kun je iedere keer weer opnieuw bij Jezus komen. En opnieuw beginnen met een hele frisse nieuwe start. Oh, dat is wel een beetje waard. Ja. Dat is echt super gaaf, hè? Zeg, zullen we de Heer Jezus daarvoor bedanken? Zullen we samen bidden? Ja, ik heb een goed idee. Ogen dicht. Lieve Heer Jezus, ik weet dat ik niet altijd doe wat u graag wil dat ik doe. Wilt u mij dat vergeven, alstublieft? Dank u wel dat we opnieuw kunnen beginnen wanneer we iets verkeerd hebben gedaan. Ik ben heel erg blij met u, Jezus. Amen. Nu hebben we het tweede feest van God uitgelegd, het feest van de ongegiste broden. Maar er zijn nog veel meer feesten van God. Het zijn er wel 7! Het derde feest van God lijkt een beetje waar wij aan denken met Pasen. Dat is over een paar dagen. En dan gaan we jullie het derde feest uitleggen. Tot dan! Doei! Tot Pasen! Tot zondag! Tot zondag!